Goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. President Santokki noemt 2023 jaar om resultaten neer te zetten. Mailmaatschappij De Molen en regering voeren continu overleg. Polytechnic College heeft niet weg te denken rol in beroepsonderwijs. En minister McAndrew erkent noodzaak kader voor olie- en gasindustrie. Het komend jaar 2023 zal volgens president Chandrika Prasad Santokki er één zijn van resultaten. Het staatshoofd zei op donderdag 3 november bij de voortzetting van de algemene politieke beschouwingen dat de projecten hiervoor reeds voorbereid en in uitvoering zijn. Hij blikte terug op 2 jaren van drastische, doch noodzakelijke maatregelen om Suriname duurzaam te ontwikkelen. Wij brengen u een fragment uit de spreekbeurt van het staatshoofd. Voorzitter, de APB gaat vooraf aan de begrotingsbehandeling 2023. En ik kan u mededelen, 2023, voorzitter, zal een belangrijk jaar zijn. Een jaar om resultaten neer te zetten, waarvan de projecten reeds zijn voorbereid en al worden uitgevoerd. Jaar om te gaan oogsten. Voorzitter, de afgelopen periode heeft de regering drastische, maar noodzakelijke maatregelen moeten nemen om ons land daadwerkelijk en duurzaam te ontwikkelen. Dit traject is voor geen enkele regering een makkelijke opgave en ervaring. Ondertussen, voorzitter, doen we dit voor de 4e keer. Aanpakken van zeer ernstige financiële crisis als gevolg van verkeerd beleid en waarbij steeds het volk het gelag moet betalen, voorzitter. Wij zijn geen voorstander van schijnwelvaart en of schijnontwikkeling. Wij weten uit de praktijk van ons land, maar ook die van andere landen wereldwijd, dat zo'n beleid niet lang stand houdt. Want uiteindelijk moeten de geleende financiën terugbetaald worden. En voorzitter, in juni 2020 hebben we dat ervaren als incoming government. In een proces van overname hebben we nog de vorige regering direct moeten helpen. En u was erbij met het uitbetalen van salarissen aan ambtenaren. Voorzitter, een van de grootste problemen toen, die hebben we binnen 2 maanden kunnen oplossen na het aantreden van ons als nieuwe regering. Namelijk de zekerheid van uitbetalen van salarissen. En die zekerheid, voorzitter, is tot en met nu gebleven en zal ook blijven, voorzitter, de komende periode. Maar voorzitter, ik ben er hier niet om terug te kijken. Dat heeft weinig zin, omdat iedereen al weet wat er gebeurd is en wie de verantwoordelijken zijn. Maar het is wel belangrijk, voorzitter, om van die fouten te leren en niet te vergeten, maar ook het volk het eerlijk verhaal te vertellen, voorzitter. Wij weten dat een financieel-economisch herstructureringstraject noodzakelijk was om een fundament voor groei en ontwikkeling te creëren. Dat fundament van zuivere financieel-economische verhoudingen is belangrijk om productie, investeringen en export te stimuleren. Dat zal onze verdiencapaciteit doen toenemen, want uiteindelijk zullen we met eigen verdiensten en middelen onze welvaart en onze welzijn moeten financieren.
maar niet met onverantwoorde leningen, voorzitter, en moordende hoge rentes, meneer voorzitter. Meneer voorzitter, ondertussen zien we dat internationale ontwikkelingen bijdragen aan het verlies van koopkracht. Klimaatverandering brengt onvoorziene druk op onze fiscale ruimte. In de post-COVID-19 periode is het economisch. Als regering zijn we ervan bewust dat elk herstructureringsprogramma sociaal-maatschappelijke consequenties heeft. En koppelen we dan dat aan koopkrachtverlies door binnenlandse en buitenlandse uitdagingen, dan weten we dat een moment van bijsturing noodzakelijk is, meneer voorzitter. En we zijn nu in deze fase terechtgekomen. Meelmaatschappij, de Molen NV en de regering zijn continu in overleg wanneer het gaat om de meelvoorziening in Suriname. De maatschappij is afgelopen dinsdag 1 november genoodzaakt geweest haar prijzen wederom aan te passen. Directeur Julio Bikhari zegt dat de wisselkoers en het gewapend conflict in Oekraïne hieraan ten grondslag liggen. Met het kabinet worden vaker modellen besproken om de samenleving tegemoet te komen met goedkope basisgoederen, voornamelijk brood. Meneer Bikhari, de prijzen van meel zijn per 1 november aangepast. Welke factoren liggen hieraan ten grondslag? De huidige prijsaanpassing van afgelopen maandag is het resultaat van de steeds reizende koers. De koers tussen de vorige graanlevering en de huidige die nu aan het laden is, is toch wel 8% hoger te komen liggen. Wat houdt deze aanpassing in? Nou, de aanpassing houdt waarschijnlijk wel in dat de broodprijs wederom zal stijgen, want de meelprijs is toch met 5-7% gestegen. Weliswaar verwachten we wederom een stijging vanwege de beslissing van Rusland afgelopen weekend om bepaalde routes af te sluiten. Ik heb vanmorgen wel begrepen dat er routes ter land binnen het gedeelte tussen Rusland en Oekraïne weer worden opengesteld. Dus Rusland heeft toch weer water bij de wijn gedaan, zal ik zeggen. Dus maar we verwachten weliswaar weer een aanpassing, ik denk nog voor 1 december. Welk overleg vindt er ten aanzien van de meelsector plaats met de regering? Nou, we zijn continu in overleg, voornamelijk met de directeur van EZ. Die gecoördineert ook het gedeelte van de vreemde valutavoorziening aan importeurs van basisgoederen en grondstoffen. Daarnaast is er met het kabinet van de president ook continu overleg om naar modellen te kijken om de burgers tegemoet te komen als het gaat om goedkopere basisgoederen, voornamelijk brood. Zal de aanpassing haar doorwerking hebben in de sectoren die van meel afhankelijk zijn? Ik denk het haast wel en het zal wel moeten. Vooral bij de kleinere ondernemers gaat die aanpassing ook direct moeten plaatsvinden. De grotere bakkerijen die zullen wat ademruimte hebben, maar we verwachten wel dat ze de prijs gaan moeten aanpassen. De factoren die lopen tot prijsaanpassing zullen sowieso nog enige tijd aanhouden. Wat zijn de verdere vooruitzichten? Op de graanmarkt verwachten we inderdaad, zoals ik eerder zei, vanwege alle macro-economische factoren, alle geopolitieke factoren, verwachten we inderdaad verschuivingen van nieuwe leveranciers in de wereld, die eigenlijk een dominante factor zullen zijn. Wij proberen ook door middel van het op zoek gaan naar nieuwe leveranciers, nieuwe partners, regionaal, proberen we toch deze negatieve effecten te beperken van prijsstijgingen. Regionaal zijn er bijvoorbeeld in Brazilië en Argentinië zijn er grote graanleveranciers, maar daar zijn er logistieke uitdagingen die eigenlijk toch wel op te lossen zijn, maar daar moet er veel bilateraal overleg komt erbij kijken. Dus we zullen op korte termijn ook met het ministerie van Bibes om tafel om te kijken waar zij een rol in kunnen vervullen. De Molen is onlangs gestart met een nieuwe vorm van ondernemen. Hoe loopt dit project? Vanuit de Molen is het een sociaal-maatschappelijk project. We hebben daar wel een zusteronderneming voor. Het is de bedoeling om eigenlijk de mensen in de rurale gebieden te verzelfstandigen, van de stad natuurlijk, in hun basisvoeding. En het loopt goed, we krijgen heel veel aanvragen ervoor binnen. En we zoeken naar gepaste modellen, want er zit toch een prijskaartje eraan. Maar we staan er zeker achter en we stimuleren het ook ten eerste. In welke gebieden zijn jullie tot nu?
We zijn op dit moment alleen op Apura, maar we denken voornamelijk aan rurale gebieden. En we zijn samen met de regering aan het kijken waar het hoogst nodig is om dit te gaan verwezenlijken. Het Polytechnic College Suriname, PTC, vervult een niet weg te denken rol binnen het beroepsonderwijs in Suriname. Het Hoger Onderwijs Instituut viert dit jaar zijn 25-jarig bestaan. In dit kader organiseert het PTC een driedaags congres met als thema Waarom is hoger beroepsonderwijs niet spannend? President Santokki viel op donderdag 3 november de eer te beurt de opening te doen. Hij erkent de rol van het instituut in het aanleveren van gekwalificeerd technisch kader. We zitten als land met een historie. En we kunnen terugkijken. En we kijken naar ons onderwijssysteem. En we kijken naar wat de markt in feite nodig heeft om ons land te ontwikkelen. Dan denk ik dat we met ons allen eens kunnen zijn. Dat ons onderwijssysteem onvoldoende geparticipeerd heeft en geanticipeerd heeft op de discussies hoe de toekomst van Suriname eruit zou moeten zien. En dat is de grote uitdaging wat we als land hebben. Want we hebben 100 jaar geschiedenis achtergelaten van onze bauxietindustrie. En toen die buitenlanders vertrokken, waren wij niet in staat om alleen door te gaan. Omdat we 100 jaar geleden niet geïnvesteerd hadden in ons onderwijssysteem, in die mining sector. En dat neem ik als president als een les. En direct na mijn aantreden heb ik een onderhoud gehad met de directeur van COO, de CEO van Staatsolie. De Anandjeg is aan de minister van Onderwijs. En ik heb duidelijk aangegeven dat onderwijs het instrument is voor toekomstige ontwikkeling. Laten we met beide handen deze kansen aangrijpen. En finally, I wish you all 3 productive days and declare this Congress on Higher Vocational Education open. Ik wens u veel succes en ik kijk uit naar de resultaten. I thank you and may God bless you all. Thank you. Zojuist is de officiële opening geweest van een driedaags congres welke PTC heeft georganiseerd. PTC staat voor Polytechnic College Suriname en we zijn intussen niet alleen een college, maar ook een University of Applied Sciences. Zelf ben ik de voorzitter van het bestuur en met de opening hopen we de komende 3 dagen samen met stakeholders te praten over het hoger beroepsonderwijs. PTC is bij in de statuten zijn ze opgericht 20 jaar terug om te voorzien in de behoefte aan hoger beroepsonderwijs. En na 25 jaar kijken we erop terug en we kijken van hoe is dat allemaal aan toegegaan in de afgelopen 25 jaar. Is er genoeg kader afgeleverd? Hebben we een voldoende diversiteit in studierichtingen? Hoe zit het met de toekomst? Hebben we voldoende geldmiddelen om de hogere beroepsopleidingen te financieren? Maar we kijken ook meer specifiek naar wat hebben we verkeerd gedaan, niet alleen als PTC, maar als samenleving als geheel. En wat kunnen we anders doen voor de toekomst? En daarom hebben we besloten in het kader van het 35-jarig bestaan om met andere stakeholders hierover te praten. En de president heeft de opening gedaan en heeft wat hele mooie pointers aangegeven van wat de overheid zelf doet op het gebied van beroepsonderwijs. Zoals het openen van LBO-scholen, welke in de planning is. Maar ook op andere gebieden, op hoger niveau. En we zijn blij dat dat geweest is.
zelf denken wij vanuit het bestuur, en ik praat vanuit de positie van het bestuur. We sturen, we helpen een beetje bij de directie, maar zij zitten echt in de operations met contacten met andere instituten, maar vanuit het bestuur denken we dat PTC de afgelopen jaren heel goed werk heeft verricht. Er moet een beetje meer geld in het laadje komen, want dat maakt dat je iedere keer opbouwt, maar dat bijvoorbeeld vanwege betaling aan personeel mensen soms weglopen. Kun je ze kwalijk nemen? Nee. Al dat soort structurele dingen moet je gaan werken. Anders bouw je op, maar je kunt niet duurzaam doorgaan. Minister Stephen McAndrew heeft op woensdag 2 november Sunaina Mohan ontvangen voor een onderhoud. Mohan is president van de American Association of Petroleum Geologists, Young Professionals Suriname. Tijdens de ontmoeting is er van gedachten gewisseld over een samenwerkingsverband om jonge Surinamers te informeren over de mogelijkheden die de olie- en gasindustrie zal bieden. Minister McAndrew erkent dat er kader voorbereid moet worden voor de olie- en gasindustrie. American Association of Petroleum Geologists, Young Professionals Suriname, is een niet-governementele organisatie die zich richt op deze sector. De organisatie is aangesloten bij de wereldwijde AAPG-gemeenschap. Haar missie is om de overgang van studenten van de discipline Petroleum Geosciences en Engineering aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname naar professional te vergemakkelijken. Aangezien het gaat om het voorbereiden en klaarstomen van kader voor de olie- en gasindustrie, achtte Mohan het raadzaam om samen met de AWJ-minister hierover van gedachten te wisselen. Minister McAndrew onderschrijft de inspanningen van de organisatie om aankomende geowetenschappers bewust te maken van mogelijkheden in de olie- en gasindustrie. Hij meent dat alle jongeren onder de beroepsbevolking breedvoerig hierover geïnformeerd zullen moeten worden. Beide partijen hebben de intentie uitgesproken om met elkaar samen te werken en op dit stuk afstemming te plegen. Dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.